Ik ben bij Jinek vanavond. Enig. Wat is dat dan weer voor gekkigheid? Je moet jezelf niet kleiner maken dan je bent, hoor. Nee, dat is waar. Het is goed dat ik erbij hoor. Een raar verhaal. Dat vind ik niet zo. Zo. Gezellig! Dag lieve Eva. Fijn dat je er bent. Het ziet er weer mooi uit. Dank je. Wel, dank je wel. Content. Enig, enig, enig. Laatste repetitiedag. Tenminste, voor jullie. Oh, jullie hebben er echt zin in, zie ik. Ja. Dus een dringend verzoek naar jullie allemaal. Fotootje maken mag. Qua filmen, doe maar niet. Mag je nou weer wat bang doen, hè? Ja, we gaan even Jan feliciteren, want Jan staat nummer 1 met zijn album. Nou, Gerard. Proost. Proost. Nou, we hebben van de week heel veel gedaan, heel veel gerepeteerd met toppers, dat kunnen jullie allemaal zien. We hebben nog een paar tv-opnames gedaan en we waren ontzettend blij met de kijkcijfers van de Mars Singer. Met 2,2 miljoen, dus dat was ontzettend fijn. En daarbij zijn we ontzettend druk met kledingpassen, doorpassen, repetities voor de toppers en het is hartstikke druk. Nou dames, we gaan wat eten, kom maar. Kijk eens. Kom maar, kiep, 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 kiep. Nou, het was een beetje nekkers. Nou, dat is lekker, hè? Kom maar, girls. Ja, jongens, ik moet morgen repeteren voor de toppers. Is dit over de top of zeg je van nou, volgens mij kan het wel, toch of niet? Ik vind het enig, al die kleurtjes, joehoe! Jij hoorde het interne niet, René? Nee. Die is er namelijk wel. Ik hoor een klik, maar ja, niet. Ik hoor nu alles gewoon. Jij hebt het niet. Nou, ik heb hem wel, ik heb hem nodig ook. Ja. Thank you. Super bedankt, man. Leuk, leuk, leuk. Lieve mensen, dank jullie wel allemaal. Leo, ben je er morgen ook? Ik ben bij Jinek vanavond en het wordt denk ik een bijzondere uitzending. Hier zijn de twee hartstikke leuke gastvrouwen die altijd even aardig voor ons zijn. En wij zitten er vanavond in met, ik ga het voorlezen, Paul Vugts, dat is een misdaadjournalist. Zeg ik dat goed? Ja. En dan Annemiek van Spanje, die doet het voor het advocatenbureau van de Vries. En er zijn natuurlijk ook nog twee modellen. Dolorean, wat zeg ik nou? DeLorean, wat een mooie naam. En Merel Bex, die praten over Holland Next Topmodel. En dan Buddy en Alexander. Nou zeg, wat een intelligente cast, dat ik hierbij mag. Superleuk, ik heb er nu al zin in. Enig. We zijn dus bij de opnames van Jinek en het is vlak voordat we eigenlijk opgaan. Regisseur, gastvrouw, productie, redacteur, journalist, advocaat. Zijn allemaal. Het is eigenlijk een heel intelligente tafel, het is eigenlijk heel bijzonder dat ik eraan mag zitten. Wat is dat dan weer voor gekkigheid? Je moet jezelf niet kleiner maken dan je bent, hoor. Nee, dat is waar. Het is goed dat ik erbij hoor. Een raar verhaal. Dat vind ik niet op de show. Hé, luister eens even. Als je binnenkomt, mag je hier gaan zitten. Oké. Gezellig. Oké, jongen. Dank je wel. Nou ja! Gezellig! Dag lieve Eva. Fijn dat je er bent. Het ziet er weer mooi uit. Dank je. Ja. Ja, ik had alleen tijd om de bovenkant te doen. Nou, dat is goed gelukt maar, hoor. Ik schuif de rest onder de tafel. Lieve mensen, ik geef ook altijd voor... Zijn er mensen die hier voor het eerst in de studio zijn? Ja, gewoon heel veel. Oh, leuk. Oké, nou. Voor iedereen die het leuk vindt zometeen in de reclameblok... om mijn stoel uit te proberen. Als je altijd hebt willen weten hoe het is...
om met deze mensen aan tafel te zitten of hoe het perspectief eruit ziet vanaf hier. Autocue-lezen, ik zie dat er al slachtoffers worden aangewezen. Jullie gaan allebei aan het eerste. Maar weet dat het kan, dus ik kom zo bij jullie terug als er een reclameblok is en dan kunnen jullie op mijn stoel zitten. Kom zo bij jullie terug. Dat is cute. Woehoe. Ja, schat. Ja, nee, maar even, nee, maar echt, echt. Ja. Nee, ik ga niet. Nou jongens, superleuk. Dank jullie wel, dank je wel. Concept. Enig. Vandaag laatste repetitiedag met de toppers. De hele week in Utrecht gezeten in de studio. Hi. Hallo. Ik zal jou niet filmen, want je bent in je kleding. Goedemorgen. Hey. Was leuk gisteravond. Vond je het leuk? Ja, zag heel goed uit. Ja? Echt heel goed uit. Wat lief om te praten. We zaten te genieten. Dankjewel, wat leuk. Heel lief. Goedemorgen. Hey. Laatste repetitiedag. Tenminste, voor jullie. En niet voor mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed en bij jou. Gezellig. Oh, jullie hebben er echt zin in, zie ik. Ja, maar ik moet gelijk op die film. Ja, dat is niet zo. Nee, zo hartstikke jong en knap allemaal. Ja, dat is wel waar. Toch? Marijn? Ja. Gaat goed? Gaat goed, jongen. Goed zo, jongens. Ik zie dat jullie nog aan de koffie zitten aan het installeren zijn. Komt goed uit, dan ga ik even rustig koffie drinken. Goedemorgen. 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 Lekker zo'n krentenbol. Wat heb je, appelgebak? Appelgebak. Ook een appelgebak. Morgen. Goedemorgen. Jongens, waar is iedereen? Ben ik de eerste dit keer? We zijn rustig koffie drinken. Ik kan rustig koffie drinken. Oké. Ik kan rustig koffie drinken. Ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn. Fantastische band en vocals die al wekenhard aan het repeteren zijn. Onze techniek uiteraard die alle voorbereidingen aan het doen hebben gedaan de afgelopen tijd en nog steeds aan het doen zijn. Nou ja, uiteraard de toppers. En speciaal welkom bij al onze gastartiesten. Heel fijn. We gaan vandaag, gisteren hebben we natuurlijk al gerepeteerd. Vandaag gaan we muzikaal doorlopen. Dus een dringend verzoek naar jullie allemaal. Fotootje maken mag. Qua filmen doen we niet. Want we willen graag gewoon alles een verrassing houden. En Gijs maakt een mooie montage van de repetities. Zonder audio, maar met leuke muziek eroverheen. Zodat we het ook nog een verrassing houden wat we aan het doen zijn. Dus dat waren alle praktische mededelingen. Nogmaals, dank jullie wel voor jullie komst. En volgens mij gaan we een bizarre editie maken met drie geweldige shows. Dus tot de volgende keer. Ja, we gaan even Jan demonstreren, want Jan staat nummer 1 met zijn album. En het heet boven Jan. Ontzettend mooi album. Dankjewel. Binnengekomen voor nummer 1. En in België op nummer 2. Ja. Dan ben je wel sterren. Daar gaan we zitten naast de vast. Daar gaan we dus proosten. Dus jullie gaan we proosten. Gelukkig gezond hebben we nog een film laten. En ook Lino is er ook. Ja. En Lisa. 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 Wat voor een domme. Jan, kippenboer. Ja, iedereen is er. Al mijn vrienden. Graaf, heel zinnige ding. Nou Gerard. Proost. Goedemorgen dames. Komt u maar. We gaan wat eten halen. Gezellig. Ja hoor. Kom maar, girls. Gezellig. Kip. Het moet ook weer even verschoond worden. Ja, rustig aan. Zo. Even schoon bordje. Beetje voer erin. Kijk eens, girls. Jij er ook bij, Truus? Huppata. Nou, dat brengt toch weer een hoop plezier. Instagram Story, Facebook, Twitter en natuurlijk ook TikTok. En jongens, blijf me volgen en bedankt voor alle ongelooflijke leuke reacties. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn kippetjes, in mijn zijdehoedjes, het gaat fantastisch. Ze groeien goed en het ziet er goed uit. Ik wens iedereen een fijne week, gezondheid en geluk en de groetjes van hier. Tot snel. Doei!